vond het altijd heel erg belangrijk om met mijn team ook succes te vieren. Wij hadden een aparte, mooie, vaste plek waar wij in een Grieks restaurant in Gelderop, waar ik mijn makkers, mijn specialisten, mijn team altijd uitnodigde om ook samen het succes te vieren. Nou, we hadden wat te vieren, 6 gouden medailles. Veel gegeten, lekker veel gedronken. Het was een enorme fijne sfeer. Maar we hebben ook eerst van tevoren goed geëvalueerd wat ging er nou goed, wat ging er fout. En toen ben ik voor mijn groep gaan staan. Ik zei, jongens, we zijn de beste. Het is gelukt. We hebben dit bereikt. We staan al 4 keer eerst op de wereldranglijst. Ja, voor de 6 gouden medailles op EK. Maar hoe blijven we nu de beste?